Het politieke werk ligt ook grotendeels stil. In het kader van de sociale onthouding zijn natuurlijk ook alle raadsvergaderingen afgelast. Maar ja. Ja, wat moet je dan als gemeenteraadslid in deze omstandigheden? Zeker. Laten we even contact gaan leggen met Martine van Bemmel. Zij is fractievoorzitter voor D66 in Almere. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ligt al het politieke werk inderdaad stil, zoals wij een beetje vermoeden? Ja, alle vergaderingen en dergelijke, dat is zeker allemaal stilgelegd. Er is heel veel contact via de e-mail, via WhatsApp en dergelijke. En de Griffie en het Presidium zijn heel hard aan het kijken hoe we zoveel mogelijk van de activiteiten weer op kunnen pakken. In ieder geval digitaal. Ja, want die organiseren in feite een beetje, hè, al dat raadswerk, de Griffie en het Presidium. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, er is in ieder geval geen politieke markt, lijkt me ook logisch. Worden jullie wel op de hoogte gehouden van wat er dan allemaal gebeurt? Ja, zeker. Wat ik al zei, we krijgen heel veel mailtjes. Sowieso alles wat te maken heeft met corona en dergelijke. Daarnaast hebben wij als raadsleden natuurlijk ook allemaal ons netwerk in de stad. Wij in de fractie hebben ook met elkaar afgesproken dat we zoveel mogelijk overal de vinger aan de pols houden om te kijken of alles goed gaat. En daarnaast krijgen we gewoon nog steeds de dagmail iedere dag met alle actualiteit. Maar er ligt wel heel veel stil nu. Want dan krijg je die informatie wel. En dan vervolgens, want ja, je zit thuis, er zijn geen vergaderingen. Wat kan je er dan mee doen? Je ziet natuurlijk een aantal partijen wel via de media dingen te doen. Je kan natuurlijk gewoon rechtstreeks mailen ons contact gaat vooral ook natuurlijk heel veel via de Griffie. Ja. Soms ook rechtstreeks naar ambtenaren. Van als ik signalen krijg, dan kunnen we dat wel doorgeven. We kunnen er wel dingen mee doen. Maar stemmingen zijn er niet. Dus nee. Ja, in verhouding met het coronavirus is dat andere projectje natuurlijk een kleiner project geworden. De Floriade. Maar dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Dat kan geen vertraging oplopen. Gaat dit dan ook zijn weerslag hebben op dat project? Daar kan ik nu gewoon nog helemaal niks over zeggen. Kijk, het heeft natuurlijk zijn weerslag op letterlijk alles. En ik zelf ben op dit moment veel meer bezig met de gezondheid van mensen. En zorgen dat de cruciale beroepen gewoon doorgang kunnen vinden. We hebben ook scholieren die met hun examenjaar zitten. Horecaondernemers die het heel erg zwaar hebben. Dus ik moet eerlijk zeggen, zelf ben ik daar meer mee bezig dan met de Floriade. Maar natuurlijk heeft dat ook zijn weerslag. En ik ben heel erg benieuwd, daar zullen we binnenkort ook over bijgepraat worden. Ja. Nou heeft burgemeester Frank Weerwind begin deze week ook nog Almere's toegesproken. Hij had het over een crisis van ongekende omvang. Hij zei ook nog, de overheid kan het niet alleen. Wat vindt u eigenlijk van de manier waarop de burgemeester, hij is ook voorzitter van de veiligheidsregio, optreedt in deze crisis? Nou, ik vind het ontzettend goed dat hij zichtbaar is. Dus dat hij ook echt manieren zoekt om contact te leggen met de inwoners. En het is zoals hij het zegt. Geen overheidsinstantie kan dit alleen. Dit is echt iets wat je met elkaar moet doen. Dus iedereen moet gewoon echt zoveel mogelijk thuis blijven. En vooral zorgen dat de kwetsbare mensen niet alleen komen te staan, maar ook niet besmet worden met het virus. Dus het is gewoon echt goed om waakzaam te zijn met elkaar. Ja, maar u bent natuurlijk ook volksvertegenwoordiger. Kiest u nou als D66 voor terughoudendheid? Of zit u juist iedereen een beetje min of meer achter de broek aan? Van jongens, er moet wel actie blijven. Dat is een moeilijke vraag. Want je kan hem natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Ik vind dit niet het moment om met elkaar politieke spelletjes te spelen of iets dergelijks. Absoluut niet. Ik denk dat we eensgezind moeten zijn. En dat we vooral moeten luisteren naar wat de experts, zoals de mensen van de GGD en het RIVM, adviseren. En ik denk dat we dat moeten volgen. Als volksvertegenwoordiger zie ik het nou wel als mijn taak. Altijd natuurlijk. Maar nu is dat nog steeds extra belangrijk om de vinger aan de pols te houden. En als er mensen tussen wal en schip in dreigen te vallen door regelgeving, dan vind ik dat wel mijn taak om daar een stem aan te geven. Maar wij vragen dat natuurlijk ook omdat de afgelopen dagen toch wel oppositiefracties ook met een oproep kwamen. Hè? Dat was nog voordat de scholen dichtgingen van burgemeester sluit alle scholen. Toen leek het toch wel een wat politieke discussie te worden. Wat vond u daarvan? Nou, wij hebben zelf op dat moment besloten om niet met die oproep mee te doen. En gewoon af te wachten waar het kabinet mee kwam. Ik denk dat dat op dat moment een goede keuze was.
Daar sta ik ook nog steeds achter. En je ziet dat het kabinet aanvullende maatregelen heeft gekozen. Ja, dus die oproep was eigenlijk niet nodig van die andere partijen. Nou, iedereen moet voor zichzelf doen wat hij nodig vindt natuurlijk. Maar ik heb niet de expertise die mensen van het RIVM en van de GGD en dergelijke wel hebben. En het kabinet overlegt rechtstreeks met die mensen. En ik vertrouw op hun expertise. Ja, het kabinet zegt ook vertrouw juist op de expertise van die wetenschappers. Hè. Dat zijn de knappe koppen. U bent ook in Den Haag werkzaam voor de Tweede Kamerfractie van D66. U zegt ook het is juist belangrijk dat we ook als politici met elkaar gaan samenwerken. Toch zie je in Den Haag een enkeling wel die toch ook kritisch blijft. En toch ook zegt van moeten we toch niet meer doen. Hoe vindt u dat het in Den Haag gaat op het moment? Ja, kijk, iedereen, wat ik net al zeg, is hetzelfde als hier. Iedereen moet zelf de afweging maken wat ze wel of niet willen doen. Ik ben zelf heel blij met mijn partij, hoe zij zich opstellen. Weet je, er komen al heel veel vragen binnen van inwoners die gewoon willen weten, hey, hoe gaat het nou, hoe zit het nou voor mij? En ik denk dat het belangrijk is dat je mensen zoveel mogelijk naar de goede wegen leidt. Ik heb gewoon vertrouwen in dat het kabinet hier bovenop zit. Hoe is het trouwens eigenlijk met dat werk? Want zo te zien, hè, we kijken met een beeldverbinding mee, zit u gewoon thuis? Ik bedoel, gebeurt er nog wat eigenlijk? Ja, zeker. Gelukkig kan ik heel veel van mijn werk gewoon thuis doen. Dus dat doe ik ook. Dus ik werk gewoon van het huis op dit moment. Alle vergaderingen zijn ook afgezegd. Toevallig net hiervoor had ik een videoconference met mijn werk. Dus werkoverleggen gaan gewoon door. Je zit wel gewoon thuis. Ja, maar we hebben Rutte gisteravond gehoord. Dit kan nog wel even gaan duren. Hoe lang kunt u dit nog volhouden zo op deze manier werken? Wanneer komt er een punt dat u zegt, het kan niet meer? Ja, ik mijn werk. Ik ben publieksvoorlichter, dus ik doe communicatie. En een heleboel van mijn werk zal gewoon heel lang online kunnen. Want ik werk eigenlijk altijd online. Ik denk wel dat als heel veel mensen heel lang thuis gaan zitten werken, en ook niet meer 's avonds even naar de kroeg kunnen gaan, dat soort dingen. Ik denk dat dat wel eenzaamheid in de hand werkt. Dus ik denk dat dat wel gewoon een punt van aandacht is. Van hoe zorg je dat die sociale cohesie, dat je je als mens ook mens blijft voelen. Ik denk dat dat gewoon een heel erg belangrijk aandachtspunt ook is. Als het langer duurt, zeker. We komen zo langzamerhand weer op de gesprekjes bij het ganzenbord en bij het kaarsje uit. Ja, nou ja, het ganzenbord wel met 1,5 meter afstand, heb ik begrepen. Het is gewoon een hele gekke, ontheemde situatie dit natuurlijk. Ik heb zelf nog nooit zoiets meegemaakt. En ik denk, niemand in Nederland eigenlijk. Nee. Want dit is echt gewoon nog nooit voorgekomen op deze manier. We moeten zorgen gewoon voor elkaar. Kijk even of je buurvrouw het allemaal wel redt. Hou dat in de gaten. Vooral nu ook door al die supermarkten telkens lege handen. Het is natuurlijk hartstikke vervelend. Maar we moeten het gewoon met elkaar doen. En we moeten ook voor elkaar zorgen. We rekenen op u. Nou, wij ook op u. Want u heeft ook een hele belangrijke rol in deze. Dus dank u wel.